Zijn jullie klaar voor de allermooiste, allercoolste, allerbeste packfest die ik tot nu toe ooit heb gekregen? Dit is hem, holy motherfucking shit, dames en heren, what the fuck is dit? Dit is de beste, mooiste, coolste packfest van de dag ooit. En daarom is dit de packfest van de fucking week. Dames en heren, ik ben fucking ziek. Laten we maar aan de video beginnen en zeker een duimpje omhoog. Let's fucking go! Ik ben Acid Nathan Vandergunst van de Kapellen op de Bos. Nathan Acid. XXX99. In een vorige video zei ik dat ik moe was en zo en dat ik geen zin meer had in YouTube. Dat is nu nog altijd zo. Ik ben er ook achter gekomen hoe dat komt. Ik heb een longontsteking. This is looking amazing. Ik heb fucking veel hoofdpijn. Mijn ogen zijn tijdbommen. Maar het doet pijn om ze open te houden. Mijn haar zit geen leven in. En dat is altijd als ik ziek ben, dan is mijn haar ook ziek. Elke keer als ik adem, is het alsof ik gestoken word door een mes. En mijn spieren, ik weet niet wat dat is. Ik moest daarnet een potje open doen waar er al verken in zaten. En ik ging door. Oh my god, ja. Dus, yes. Ik heb pas vakantie. 2 weken is vol. Ik heb fucking veel pijn. Vandaag is een hele mooie dag. Het is niet zo mooi weer, maar het is wel een mooie dag. Het is tijd voor een hele leuke video. Dames en heren, ik kan niet heel de dag op mijn Game Boy blijven spelen. Op dit kleine ding, die echt AIDS is, heb ik heel de ochtend en dan echt van 7 uur, want ik kan niet slapen, Pokémon gespeeld. Het is geweldig. Het leven is awesome. De nieuwe hype op YouTube. De vraag: hoe word ik populair op YouTube? Het antwoord: reclame maken in de comments. Echt hier een mes dat ik mezelf kan neersteken. Waarom? Waarom? Zijn er dan mensen die echt zo dom zijn om die comments te liken? Zelf onder deze video. Zelf het onderwerp is dit. Zelf onder deze video gaan er dingen staan zoals: like! 10 jaar geluk, subscribe. Je krijgt 1.000 subscribers. Negeer het. De duivel komt je halen. 1059 likes. What the fuck? Die comments zijn een soort van synoniem van wanhopige acties om subs te halen. Enkele maanden geleden was het populair om reclame te maken voor je kanaal. Hallo, ik ben 19 jaar, ben je niet geïnteresseerd in reclame? Ik leg dat weg, ik wil subscribers. Ik wil populair worden, maar het lukt niet zo goed. Nu gaan mensen met stomme wetenschapjes subscribers lokken. Ik ga nu slapen. Als ik wakker word, wil ik 800 likes. Dat heeft echt 800 likes. Toen ik 11 was, was de top comment onder een YouTube video echt gewoon of een keiharde burn naar de videomaker, of gewoon echt een fucking originele hilarische comment die iets te maken had met de video. En wat is het nu? Like if you're watching in March. Like if you're watching this in 2016. Ergst is dat gewoon dat er echt mensen zijn die dat liken. De comment sectie is één grote hoop AIDS en stront geworden. En ik zit echt op het randje om die comment sectie uit te zetten, want het is gewoon pure fucking pijn in mijn keel. Fucking reclame. Als je reclame wil maken voor je kanaal, koop dan ads op YouTube. Die shit werkt niet, maar oké. Ja, die shit werkt eigenlijk echt niet. Doe dat niet, alsjeblieft. Verspil je geld daar niet aan. Nog veel leuker als je je subscribers eerlijk verdient. Als je nu geluk hebt en je zet zo'n status comment onder mijn video en je hebt ineens 1.000 subscribers. Is dat dan eerlijk? Wees daar zelf dan gelukkig mee. Die mensen zijn gesubt op je omdat de duivel en anders kwam halen. Like de video of morgen zakt je bed door en breek je je rug. Dus like. Zijn er dan mensen die echt zo bijgelovig zijn dat ze dat geloven? Waarom? Als ik zo dingen lees, dan wil ik spontaan over straat gaan lopen en witte sokken dragen en sandalen. Het is vandaag dinsdag. Ik hoop dat ik deze video op tijd online krijg. Waarschijnlijk niet. En mijn ogen doen gewoon echt pijn van die kut comments te lezen. Zie je, ze zitten vol met AIDS van de comment sectie. Als ik moet uitleggen hoe mijn hoofd nu voelt, het is alsof er een microgolfoven in mijn hoofd zit. Het doet echt pijn. Het voordeel is wel dat je een lekkere strakke kaaklijn hebt als je ziek bent. So fucking nice. Waarom vinden meisjes dat eigenlijk lekker? Het is gewoon een bot. Het is gewoon een bot in mijn gezicht. Kan ik 25 likes halen? Het is voor een wetenschap. Dus doe zeker duimpje omhoog. Misschien kunnen we de 25 likes halen. Het is voor een wetenschap. Let's go. Yo, tot volgende week of zo. I love you guys.